Het is maar gewoon een halfsteens schuurtje. Een muurtje van 10 centimeter dik. Dus straks gaan we hier stoken. Alle warmte gaat gelijk weer naar buiten. Dus we gaan die isoleren. Maar hoe ga je nu goed isoleren? Ik zal het voor je uittekenen. Want dat kan namelijk ook fout gaan. Kijk, dit is de muur. Halfsteens. Wat ik nu ga doen is hier een folie plaatsen. En die folie die is damp open. Er komt hier een frame en daartussen komt dan de isolatie. En daar tegenaan komt dan weer een folie. En deze die is damp dicht. En daar tegenaan komt dan weer de gipsplaat die ik dan weer ga sausen. Je moet het zo zien, de kou komt van buiten. Die gaat hier naar binnen. En binnen ga je stoken, dus daar komt de warmte. Kou en warmte komen bij elkaar. Dan krijg je condens. Dat vocht, dat moet natuurlijk niet naar binnen, dat moet weer naar buiten. Dat gaat dus door die blauwe folie, die dampopen folie, weer terug in de spouw. Binnen ben je aan het stoken, je produceert vocht, doordat je uitademt. En dat vocht mag niet in je isolatie komen, want wordt je isolatie nat. Verliest het zijn isolatiewaarde en je hout gaat natuurlijk rotten en verstikken. Dit is de methode. Ga ik hier toepassen. Een schuur isoleren. Het gebeurt niet zo vaak, maar als je het dan doet, dan moet het ook goed. Thomas plaatst rachels boven en onderaan de muur. Daardoor heeft hij niet alleen houvast om de folie aan vast te nieten, maar hij creëert ook een ruimte van 2 centimeter van de muur, oftewel een spouw. En dan is het nu tijd voor het voorzetwandje. Nou, die kan je op verschillende manieren maken. Je kan het doen door middel van een houten frame. Ik doe het met een metalen frame, want ik vind het net wat makkelijker werken en sneller. En qua kosten is het precies hetzelfde. Sta je zelf ook op het punt om een woning of schuur beter te isoleren? Open dan nu de RTL XL-app. In Eindhoven draait Thomas zijn hand niet om voor een isolatieklusje, maar een haard installeren, daar heeft hij toch echt een ander mannetje voor. Want een slimme kerel speelt niet met vuur. Hey Bas. Goed dat je het bent, man. Ik heb een vraagje. Ja. Hier wil ik eigenlijk een houtkachel plaatsen en er zit al een schoorsteen af voor, maar ik weet niet of dat kan. Ik heb al gezegd van, dat gaan we hier plaatsen, maar is die geschikt voor de kachel? Dan moet ik even kijken. Nee, boven ziet het er wel groter uit, dus ik denk dat het slim is om, om dit een stukje weg te halen. Juist, ja. En als we de kachel dadelijk hier neerzetten, ja, dat we dan met een buis flexibel daar een groot stuk in gaan werken. Juist. En er is nog iets waar ik dan rekening mee moet houden? Dat belangrijk is ook gewoon de wand waar de haar komt. Tuurlijk, de warmte weer in de plaats gebruiken. Geen gipslaat, maar dan die warmte binnen. Nou. Laat dat je even geweest bent, anders had het niet goed gekomen. Ja, okay. Dankjewel, hè. En met deze wetenschap in zijn achterhoofd kan Thomas zonder zorgen door met de rest van de isolatieklus. Ik gebruik vandaag deze isolatieplaten en die maak je op maat gewoon met een scherp mes. En je klemt ze dus tussen je profielen. Deze steenbolplaten bevatten vezels die stilstaande lucht vasthouden. Dat zorgt voor een goede isolatie van temperatuur, geluid en het werkt ook nog eens brandvertragend. Daaroverheen komt dan de dampdichte folie en als laatste plaatst Thomas de gipsplaten. Dit wordt een hele droge, warme mancave.